Goedemorgen. Kijk eens even. Goedemorgen. Jullie zijn ook alweer helemaal braaf in de tuinbroekjes gestapt. We zitten hierin. Dit is wel een swaggertje. Wat is de gedachte achter jouw Coupe Soleil eigenlijk? Eigenlijk wil ik het weer blond hebben. Maar dit is nog de laatste uitgroei. Ik ben hartstikke grijs ook. Ja. En zwart heeft een functie. Wat is de functie dan, om het grijze te verbergen? Nee, gewoon om te zeggen, kijk uit. Niet te dichtbij komen. Ik ben gevaarlijk. Ja? Mij moet je niet opeten. Ja? Nee. Dat is zwart. Ja, vertel mij wat. Oh ja. Ben je daar veel mee bezig? Ik ben niet veel meer bezig, maar ik ben er me wel bewust van, ja. Ja? 100%, ja. Bij tijd en wijle word je ook bewust gemaakt. Zeg maar. Ik heb wel eens meegemaakt, ik vertelde net Freddy ook, we hebben op dezelfde school gezeten. Daar tegenover had je een agrarische school. En op de eerste dag dat ik naar de brugles ging, kwam ik daar aan. Toen stond er een gast van die agrarische school. Die zei van, nou, hey, luister vriend, wij hebben ooit gevochten daar bij het winkelcentrum. En ik dacht, ik? Ik vecht nooit. Hij zei, jawel. Ik zeg, nee, ik kom ook nooit op die plek waar jij het nu over hebt. Toen zei hij, maakt niet uit. Jullie lijken toch allemaal op elkaar, vuile kankeraap. Wow. En toen trok hij een mes. Zo'n stilet of zo. En gelukkig kwamen de vrienden van hem. Die zeiden, hey, doe normaal, gek. Kom, we gaan weg. Ja. Dus dan word je wel bewust van, oh ja. Dit gaat niet om wie ik ben. Dit gaat om hoe ik eruit zie. Wat een heftig verhaal. Wel, ik moet er een beetje om lachen. Maar... Ja. Nee, ik ook. Maar ik ben het ook gewend, hè. Dus... Het is niet fijn, maar het is wel wat er nu gebeurt. Hebben jouw ouders jou daar iets over meegegeven? Weinig, maar onderhuids wel. Weet je, mijn moeder zei altijd als ik ging werken of zo, zei ze... Ja, zorg dat je wel je best doet bij die mensen. Snap je? Zo van, loop in de pas, want de witte man is de gatekeeper van alles. Dus zorg dat je je gedraagt. Het is onderhuids, zit er altijd wel een laagje van, oh ja... Je bent wel bruin, hè? Pas op. Bij jou is één fout is gelijk exit, snap je? Dus dat gevoel. Dat gevoel, ja. Het is niet heel erg aanwezig, maar ik voel het wel, zeg maar. Wat heel pijnlijk eigenlijk is. Oh, en dus dat, je er zo over nadenkt. Frustrerend ook wel, lijkt me. Ja, frustrerend, maar ook mensen in mijn omgeving... die zijn heel wat gegroeid omdat ze met mij gesproken hebben... of die hebben dingen ingezien van, oh ja, oké... Ik snap nu waar het vandaan komt en waar het voor jou vandaan komt en waarom het kwetsend is. En ik denk dat dat gewoon belangrijk is, dat we naar elkaar luisteren. Want zo kunnen we ook gewoon van elkaar leren en groeien. Maar iedereen loopt altijd te schreeuwen. Ik ben geen racist. Rustig. Ja, ik ben ook helemaal geen racist. Ja. Heel snel aangevallen. Ja, chill the fuck out. Ik probeer alleen te zeggen van, hey, je kwets me hiermee. Kan je erop letten? Ja, oké, let's move on. Ja. We gaan nog eens even doen. Ik heb een heel leuk klusje. Iets wat ik echt al jaren wil doen. En we gaan het vandaag eindelijk doen. Ik heb een grasveldje achter. En dat moet gemaaid worden. Maar ik haat grasmaaiers. Ik heb hooikoorts. Ik heb hooikoorts. Als ik zwart ben, hè, doe je dit. Verzinnen we wel wat op. We gaan het zeisen. It's how you move your hips. Lekker sijzeren. Sijzeren? Ik vind dit niks hoor. Hij zit er verkeerd op. Dat denk ik ook. Oh, het is zo deze beweging. Dan gaat er shit vanaf. Zo niet, Ben. Maar zo wel. Het kan helemaal niet. Dit voelt een beetje als een taakstraf. Kijk eens. Jij hebt hem wel te pakken. Ja. Ja, maar ik heb ook een hele rijke historie met werken op land. Weet je wat? Die size is kapot. Hij zoekt het uit. Je hebt hem gesloopt. Ja, fuck it. Vol maaien. Het viel te proberen, toch? Ja, niet alles hoeft ook te lukken, toch? Als je het maar probeert. Jouw kids beginnen, jouw oudste beginnen een beetje te puberen, toch? Die is 12. Wel een beetje, ja. Heb je het daar al over de bloemetjes en de bijtjes en dat soort dingen? Jawel. Ik heb ook een programma gemaakt, Gewoon Bloot, waarin het over het lichaam ging. Dat hebben die kids ook gekeken, dus ze weten dat ze... Wij hebben daar wel gewoon gesprek over. Ja, dat programma, daar was nog best wel wat controverse over ook toen, ja, hè? Ja. Nog steeds af en toe. Ja? Ja.
Want dat was gewoon kinderen die naar blote lichamen keken en daar vragen over konden stellen. Ja, dat was de essentie van het programma, maar het werd opeens... was ik een pedo. Ja? Ja, het was echt, bro. Ik zeg je, dat was echt crazy. Volwassen mensen, voordat het programma überhaupt op ja, tv kwam... gingen ze helemaal los. Ja, dit is pedofilie, bla, bla. Ik dacht, wat? Wow, het was echt heftig. Ik werd bedreigd ook. Weet je, mensen wilden me doodmaken. Dat meen je niet? Ja, echt sick. Ik ben ook 3 dagen ben ik niet uit huis gegaan. Dat ik dacht van, word ik gewoon neergestoken straks. Ja, heb je nog steeds shit erover? Thierry Baudet, die zit ook elk jaar, post hij weer dit filmpje. Zo van, oh, kijk wat de NPO doet. Ah, pedofilie, la 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 la. En als hij dat doet, dan krijg ik dan weer berichten over en zo. Maar ja. Ja. Heel preuzig allemaal. Het is jammer, want het lichaam, het is gewoon een lichaam. Je hoeft het niet meteen te betrekken op seks. Ik ga uit dit tekenveld. Ja, even goed checken straks. Gaan we dat ook filmen, dat we bij elkaar checken? Dan maar gewoon zo. Ah, jij kan dit. Komt helemaal goed. 'Cause I know she's coming back. Oh, I know she's coming back to me, yeah. Someday, pretty baby. We gaan iets fleurigs doen, Fred. Goed zo, daar hou ik van. Ja, ja? Super. Als we even een paar van die calendula's plukken hier. Calendula, de naam alleen al. Doet me opfleuren. Pak maar een mooie. Ah, het ruikt ook echt lekker. Wel, hè? Ja. Wij gaan zeep maken. Heerlijk, geweldig. Ja? Ja. Er moet meer gas. Oh. Het is gewoon alles bij elkaar te effen, toch? Ik denk het wel. Zullen we een glas erin doen voor die juppen in Amsterdam? Denk jij dat ik dit ga... leuk, hè? Dat vind je leuk. Denk jij dat ik dit ga verkopen? Dus voor mezelf. Wat zijn je plannen voor de toekomst? Wat wil je allemaal nog gaan proberen en doen? Ik heb wel ideeën, maar nog niks concreets. Mm-hmm. Ik denk dat ik nu eerst eventjes wat minder ga doen. En genieten van de dingen die ik al aan het doen ben en die wat beter doe. Heb je het idee dat je wel van de dingen die je tot nu toe hebt gedaan wel een beetje hebt kunnen genieten? Dat zit niet helemaal in mij. Het zijn meer korte, kleine momenten. Dat ik, oh ja, dit is leuk. Dit vind ik leuk. Dan geeft het me een paar uur een goed gevoel. En dan ben ik wel weer op zoek naar iets nieuws. Onrustig ook wel. Ja. Maar ik heb altijd zoiets, ga maar gewoon ergens beginnen en het gaat toch altijd anders dan je denkt. Ja. Als je aan iets begint. Dus ik begin daar en dan kom ik vast wel ergens anders. En hoe zit dat met de jeugd? Is dat iets wat je gaat blijven doen tot het echt knijtergenant wordt? Ik vind het ook wel leuk als het knijtergenant wordt. God. Wat bedoel je? Maar kan je dit tot aan je dood blijven doen? Maar we bestaan volgend jaar 20 jaar. En het is wel heel grappig dat we dan de jeugd van tegenwoordig heten. Maar ik denk wel dat het kan. Kijk maar naar Iggy Pop. Die vind ik ook nog steeds heel gaaf. Nou, en jullie zijn eigenlijk de Nederlandse Iggy Pop. Dank je wel. Ja, zo is het wel. Ja. Thanks. Die neem ik. Hey, wat als jij dit even in de koelkast gaat tieven? Ja. Dan kan het even koelen. Dan kan er zo je goodiebag in. En dan ga ik even kijken waar Edson uithangt. Dag Fred! Dag Raaf. Lukt het? Ja, tuurlijk. Don't you worry about me, darling. We gaan even wat zaaien. Is alvast, no? Ja, is even vooruitdenken voor de winter alvast. Oké, wat gaan we zaaien dan? Gaan we even kijken in het grote boek van Zaaiklaas. Zo, zo, zo. Oh, dit is cool. Inkoppertje. Ja. Zaaien. Je hebt 4 kinderen, je hebt een televisiecarrière. Vind je dat dan niet heftig? Ik heb een samengesteld gezin. Dus de samenstelling verandert ook week aan week af. En dat is voor iedereen wel schakelen. Dus ik ben daar eigenlijk heel vaak mee bezig van hoe kan ik iedereen
blijven zien en ook de aandacht geven die ze verdienen. Maar dan ben je dus eigenlijk altijd een beetje aan het puzzelen. Altijd, ja. Ik moet me verhouden tot mijn ex, ik moet me verhouden tot mijn vrouw, ik moet me verhouden tot die kids. Er is niemand die het even goed voor kan doen of zo? Nee. Nee, ja. En ik kom zelf ook uit een samengesteld gezin, maar wij waren constant met elkaar. Dus ik had half broers, een half zus. Ja. Maar wij leefden gewoon altijd in hetzelfde huis. Dus in die zin heb ik geen voorbeeld daarin of zo. Dus je moet allemaal zelf een beetje uitvogelen wat goed werkt en wat niet. En dat is ook leuk, hoor. Ik vind het echt hartstikke leuk om, zeg maar, daar goed in te worden. Ja. En ook daarvoor ga ik naar een therapeut. Maar jij gaat nog steeds naar een therapeut? Ja? Absoluut, zeker. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je begrijpt waarom je bepaalde dingen doet zelf. Mm-hmm. Ook dingen waar je totaal niet bij stilstaat, omdat het gewoon een patroon is wat je aangeleerd is. Maar sommige patronen zijn niet altijd even chill. Maar dus eigenlijk ben je dus vooral heel veel aan het werk aan je mentale gezondheid, zodat je ook goed voor je gezin kan zorgen. Ja, soms voelt het alsof ik ook echt voor deze kids aan het werk ben nu. Dus alles wat ik nu doe, is zodat ik het goed voor die kleintjes kan achterlaten. Ja. En wat ik eigenlijk wil, wat daarin meespeelt, is dat ze nooit, zeg maar, in een financiële problemen komen. Dat hoop ik echt. Ja? Ja. Je kan natuurlijk niet alles ondervangen, maar dat, als ik dat zo goed kan achterlaten dat zij nooit hoeven mee te maken wat ik daarin heb meegemaakt. Ja, dan ben ik echt gelukkig. Mooi. Ik heb cakeys, wil je er een? Het is fucking lekker. Is dit jullie zeep, neem ik aan? Ja. Het is helemaal zo gek nog niet, eigenlijk. Nee. Ben je trots? Ik ben heel trots. ga jij even lekker ergens anders de sfeer lopen op je fysieke? Ik ben zat! Fred, ik ben zat! Ga jij de hele tijd! He, eindelijk. Eindelijk. Jongens, superleuk. Ik vond het supergezellig met jullie. Ja, ik vond het ook echt gezellig.